Nou, dit is even een test van een, een nieuw videoprogramma dat ik in gebruik heb genomen. En ik zit hier op de videopagina van YouTube waar ik een Crononia Live Extra heb gemaakt over Genesis 18. Wat betekent de uitdrukking de heren verschenen? Abraham in Genesis 18. Als de heren verschenen, waarom ziet Abraham dan drie mannen? Drie mannen zijn zichtbaar, maar die zijn de heren niet. Wat ziet Abraham dan eigenlijk? En ik heb het daar dan over de uh, confrontatie tussen aan de ene kant Rambam, Maimonides, uh, uit zijn gids voor de verdolde, en Nachmanides, die juist wil benadrukken dat Abraham letterlijk zag wat hij zag, terwijl Maimonides dus zegt het is een uh, visioen. Nachmanides spreekt daarom in zijn commentaar op Genesis 18 nadrukkelijk Maimonides tegen. Dat is heel normaal natuurlijk binnen de Joodse traditie. Maar dan is dit wel aardig. Dat is een uh, commentaar van Jan Luiten. Hij kiest voor Nagmanides. Maar er zijn, mens inziens, nogal wat voorvragen. Dus Jan Luiten uh, kiest ervoor om uh, aan te nemen dat het ook letterlijk zo gebeurd is. Hè? Dus dat het een verslag van een gebeurtenis is in de fysieke werkelijkheid. Er zijn, mens inziens, nogal wat voorvragen. Er is meer, dat is die slogan hè, van het uh, uh, charismatisch werkverband binnen de PKN. Er is meer en dan niet van de geest, maar dan van onze werkelijkheid. Er is meer in de werkelijkheid, denk ik dat Jan bedoelt, uh, dan alleen maar wat we rechtstreeks kunnen zien en, uh, en meemaken. We hoeven dat niet te reduceren tot het waren alleen maar drie mannen en de rest is visioen, maar. De Heren kan in die werkelijkheid optreden. Dus de werkelijkheid is meer dan alleen maar de werkelijkheid. Alleen hoe kunnen we dat weten? Ja, dat is nou precies de vraag die Maimonides zich natuurlijk stelt. We kunnen dat niet weten. Abraham ziet drie mannen. Hoe kan hij nou weten dat een daarvan de heren is? Nou, dat kan hij alleen maar weten als hij eh, op een of andere wijze in dat visioen daartoe geleid wordt om dat te beseffen. Dat denk ik. Dus er is verschil tussen wat we waarnemen en wat we dan achteraf kunnen interpreteren als iets bijzonders. En er is die bijzondere, bijzondere manier van kennen in het visioen, of in de droom, waar we ons plotseling bewust kunnen zijn van de betekenis van wat we zien. Dus wat in een droom kan, is dat Abraham die drie mannen ziet, en dan in de droom beseft dat dat drie engelen zijn. En in de droom beseft dat een van de Engel van de heren is, of in de droom beseft. Dat een van hen, als de Heer tot Hem spreekt, ga maar na, in een droom of in een visioen, is er ook zoiets mogelijk als een duiding, een beseffen, een, een, eh, niet iets anders zien dan wat je ziet, maar wat je ziet in een ander licht zien. Maar het is lastig als er drie mannen voor je staan om ineens te denken dat die drie mannen eigenlijk engelen zijn. Waar moet je dat dan zien? En als we daarvan uitgaan, waarom is daar dan niets van te merken en wie of wat is dat dan? Als we ervan uitgaan dat onze werkelijkheid dus meer is, ja waar merken we dat dan? Nou ja, dat is precies Maimonides punt Jan. Maimonides wil juist zeggen dat dat zou ook niet kunnen. Want wat we met de zintuigen zien is zintuigelijk en wat we geloven of denken of menen, ja dat is niet zintuigelijk. Zonder op deze vragen verder in te gaan, ik hoop dat jij Robert dat nog eens wil doen, nou bij deze. Al is het dan maar heel kort. Neem ik nu als geloofsaannemer dat de God van de Bijbel er is. Jazeker. En je zegt het ook heel vrij. Er is niet, er bestaat. Want bestaan is zo'n term waar filosofen van zeggen. Ja, maar dat, dat, daar heb je al een bepaalde manier van zijn mee bedoeld. Nee, hij is er. En de wijze waarop hij er is, ja, dat is dan natuurlijk een kwestie van een lange theologische uiteenzetting. Een verdere aanname is dat hij zich na de zondeval heeft teruggetrokken. Nou, teruggetrokken niet op de manier waarop Voltaire dat bedoelde: dat hij zich na de schepping helemaal nergens meer mee bemoeit, of in jouw versie dan na de zondeval. God bemoeit zich natuurlijk uitgebreid met de wereld, daarvan is het Oude Testament ook het verslag. Het uitdijende helal is voor mij daarvan de fysieke weerslag. Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik kan het niet helemaal volgen, ik kan het niet ondersteunen. Want waarom het uitdijend heelal de fysieke weerslag is van een god die zich na de zonneval terugtrekt. Misschien bedoel je zoiets dat het uitdijend heelal uiteindelijk voor de koude dood van het heelal zal zorgen. Als we dat namelijk helemaal doortrekken naar de verre toekomst, dan zal uiteindelijk alle materie en alle energie helemaal verdwijnen. Is dat de fysieke weerslag van de God die zich na de zonde van heeft teruggetrokken? Terwijl hij zich toch uitgebreid, als je Genesis volgt, in de zondvloed en in de wetgeving op de Sineë, de uitocht uit Egypte, op allerlei manieren wel degelijk natuurlijk heeft van zich heeft laten horen. Hoe komt nu het contact tussen de schepper en ons tot stand? Nou, hoe komt dat nu tot stand? We weten toch. En dat God ons ontspreekt in Zijn Woord. We weten toch dat Zijn Heilige Geest in ons het begrip van dat Woord werkt, en we weten toch dat wij in het gebed tot deze Schepper kunnen naderen enzovoort. Dat is toch contact tussen de Schepper en ons. Het lijkt me essentieel dat dit contact een realiteit is en niet een droom of visioen van dat contact. Ja, dat is wel zo, maar dat wil niet zeggen dat er geen droom of visioen mogelijk zijn en zeker ook geweest zijn. In de tijd van het uh, Oude Testament. God is dan werkelijk present. Ja, dat, maar God kan werkelijk present zijn in de droom. Want let op, hè. God laat zich zien. Wajera, zo begint het. Hij laat zich dus werkelijk zien. Maar de wijze waarop hij zich present stelt. is een droomwerkelijkheid. Met andere woorden, als er een videocamera had gestaan. dan had hij niks geregistreerd. Als die uh, camera op Abraham was uh, gericht, dan had je waarschijnlijk gezien dat Abraham dichte, uh, dichte ogen heeft gehad. Maar dat wil niet zeggen dat God niet werkelijk present is. God is niet pas werkelijk present als Hij zich in de fysieke werkelijkheid zichtbaar maakt. Zou je zeggen dat God niet werkelijk present is, waar twee of drie in Zijn naam uh, bij elkaar zijn? Dan zegt hier Jezus toch: Daar ben ik in hun midden. Ja, maar hij is niet werkelijk present in de zin van een realiteit, in de zin van een fysieke realiteit. Vandaar mijn keuze voor Nachmarides. In dit contact tussen God en mens tekende, wat mij betreft, een aantal momenten erg boven anderen uit. De verschijning van de Heer op Sinaï, de wolkende vuurkolom, allemaal zichtbare verschijningen, absoluut, die zijn er dus ook geweest. Maar de Heer is ook werkelijk aanwezig in een droomgezicht of in een visioen. Blijven natuurlijk vragen als hoe kan de schepper in de hof wandelen of hoe is de roeping van Abraham gebeurd? Um, de roeping van Abraham hoort Abraham, een stem die onmiskenbaar van God komt. Hoe kan de schepper in de hof wandelen? Um, ja, dat is omdat hij natuurlijk een zichtbare, dat zegt Genesis 18 dus ook, omdat hij zich uh, in de vorm van een mens kan laten verschijnen. En het Nieuwe Testament leert ons dat dat dan de Heer Jezus is. Of in het Oude Testament de Engel des Heren. Dat zijn toch eh, manieren van presentie van de Heere God die bij ons reëel of niet reëel de indruk wekken van een fysieke tegenwoordigheid. En wat is realiteit van iets dat de grenzen van onze schepping te boven gaat? Nou ja, de geestelijke realiteit van iets wat de grenzen van onze schepping te boven gaat kan in de schepping, en zo leren wij toch, kan in de schepping zich openbaren. Dat is dat God gesproken heeft. Dat God zich zichtbaar maken kan. Dat hij verschijnen kan. Zoals Genesis 18 ook begint. Ik hoop dat dit een beetje helpt. Dank voor je commentaar, Jan. En uh, graag tot de volgende keer.